Ik sta op de set van de nieuwe Linda Meiden cover. En die heeft een heel tof self-made girl power gevoel. En daar zijn we nu de cover voor aan het schieten met Teske, Xelly en Nina. Dus, tijd voor een Q&A met deze fantastische vrouwen. Ja, het is heel grappig. Mijn carrièrepad is heel organisch ontstaan eigenlijk. Omdat ik iemand ben die ook wel heel erg open staat voor wat er op dit moment in het leven moet gebeuren. Dus natuurlijk, je moet een doel voor ogen hebben als ondernemer. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook weer heel mooi is om open te staan voor wat er op dat moment op je pad komt en op je afkomt. En wat je onderneming ook nodig heeft. Om mijn 13e begon ik een blog. Daarna ben ik video's gaan maken, want het leek me ook heel leuk. En toen ongeveer 3 jaar geleden ben ik de muziekwereld ingestapt. Langzaam maar zeker ging ik steeds andere dingen doen. Bepaalde mensen opmaken, maar verschillende klussen doen. Ik heb in het begin natuurlijk heel veel gratis gewerkt en voor niks. En heel veel gereisd en gedaan. Allemaal voor niks, maar gewoon om een portfolio op te bouwen. Ik heb altijd gewoon geprobeerd zoveel mogelijk naar mijn gevoel te luisteren. En ook heel dicht bij mezelf te blijven. Dus geen trends te volgen van wat anderen doen, maar gewoon te kijken naar wat ik tof vind. Maar in die periode dat ik nog wat jonger was, was geen social media. Dus het vak als fysiciste was er nog niet heel erg. Tenminste, het was er natuurlijk wel, maar dat zagen we niet, weet je. Maar ik zag het omdat ik meeging met mijn zus voor shoots. Dus ik zat altijd zo, wat doen ze op die huid. En ik keek mee, maar ik dacht, ik had helemaal niet bedacht dat ik dat kon worden of zou willen worden. Want ik dacht, ik ben ondernemend en dit en dat. Ja, dus ik wist niet of het nou echt mijn ding was. Maar ik wist dat ik er wel al heel erg mee bezig was met make-upjes en vriendinnen en dit en dat. Wat is denk je de key voor YouTube succes? Nou, ik denk omdat ik best wel vroeg begon, heb ik heel veel kunnen leren voordat YouTube echt heel groot werd, echt die hype. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je zoekt wat jou soort van anders maakt dan de rest. Want we zijn nu met zoveel op YouTube, dus je moet wel een beetje opvallen. Het is best wel een intensieve relatie, toch dan? Ja, het is ook best wel intens om hele persoonlijke dingen over jezelf te vertellen. Maar met kwetsbaarheid komt ook alweer kracht. Dus de steun die bijvoorbeeld mensen erin vinden, dat is wel ook weer heel bijzonder. Maar ik merk dat die community gewoon zo erg tof is en echt oprecht hun mening geven. Of niet alleen een like of zo, maar echt antwoord geven. Dat je echt een beetje contact meer staat met ze. En dat heeft me heel erg doen inzien van, oh, dit is eigenlijk best wel heel erg tof. Dat ik ook op die manier mijn expertise kan meegeven. En hoe belangrijk is social media bij jouw werk? Ja, heel belangrijk. Ja. Ik dacht het eerst, daar denk je helemaal niet zo over na, maar nu wel. Want het is eigenlijk een kanaal waarin ik de vrouwen ook kan helpen hoe ze de make-up bij hunzelf thuis doen. Dus ik probeer van mijn vak, mijn ervaring en expertise mee te geven aan verschillende vrouwen. En heb jij hier een bepaalde opleiding voor gedaan of hoe zou jij het vak nu leren? Nou, ik heb geen opleiding gedaan. Ik denk, ik heb eigenlijk mezelf alles aangeleerd. Dus editen, maar ook voor de camera staan. Ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje vanzelf gegaan. Ik denk vooral dat het heel goed is om bijvoorbeeld grotere fysicisten te assisteren als je net begint. Want daaraan merk je echt van, oh ja, zo werkt het op een set, zo zie je hoe het gaat. Nee, ik denk als ondernemer moet je het echt ook wel een beetje in je hebben. En hoef je niet per se bedrijfskunde of zo te gaan studeren. Ja, ik had natuurlijk ergens wel een beetje het geluk dat ik wel connecties had. Maar ik had ook weer het ding van, ik heb dus die achternaam waardoor ik me ook wel extra moest bewijzen. Hè? Soms denken mensen juist makkelijk, maar bij mij is het juist van, maar kijk wat ik kan. Ik denk dat als je als het in je zit om zeg maar voor een camera te staan en om jezelf te presenteren, dat daar niet per se een opleiding bij nodig is. Maar het is wel heel tof natuurlijk om jezelf te onderwijzen als het gaat om editing en dat soort dingen. Waar ik trouwens het meest van heb geleerd is dat ik in het begin bij de Bijenkorf heb gewerkt. Voor verschillende merken. En dan krijg je natuurlijk alles in je stoel. Ja. Van voller, van kleiner, van groot, van donker, van licht. Alle soorten en maten krijg je in je stoel. Dus je leert alle soorten ogen opmaken, alle soorten huidjes leer je kennen. Dat is denk ik misschien nog wel mijn grootste leerschool geweest eigenlijk. Ja. En hoe beslis je dan waar je dus ja op zegt als je zo in het moment zit? Bij mij is het heel erg een onderbuikgevoel. Gewoon heel erg intuïtie, denk ik, in plaats van je verstand. Ja. Ik ben echt een intuïtieve ondernemer. Laat mij maar de creatieve vogel zijn die geen beer op de weg ziet. Maar het sluit iemand anders je wel terug. Ja, dus ik vind het heel belangrijk om mensen in mijn omgeving te hebben die ik dus daarin ook wel echt vertrouw en van op aan kan. Wat is iets dat je totaal niet had verwacht aan dit vak of wat je misschien het zwaarst vindt? Toen ik net begon had ik niet verwacht dat het zo breed kon zijn. En daarom hield het me nog tegen. Ja. En nu merk ik dat het alle kanten op gaat. Als je maar onderneemt en blijft bij je passie. En ik merk ook dat ik langzamerhand mijn filosofie heel erg heb opgebouwd. Van wat wil ik nou eigenlijk daarmee bereiken? Dus, en op dit moment sta ik heel erg in voor happy girls are the prettiest. En daar bedoel ik mee van dat je niet moet verbergen achter die make-up. Maar gebruik het om jezelf te laten zien. Dus er hoeft niet heel veel op te gaan om mooi te zijn. Helemaal niet zelfs. Ik hou zo erg van wat ik doe. Bij mij, ik word heel erg gedreven door een why. Weet je, een waarom. En ik heb een soort van... Daardoor kan ik heel erg bevlogenheid voelen in dat wat ik doe. Ja. Dus daardoor kost het me natuurlijk. Natuurlijk zit ik soms helemaal uitgeteld op de bank. Maar ik vind het zo leuk wat ik doe. Dus daardoor kan ik na mijn werk ook nog af en toe wel afspreken. Ja. Maar sinds onze dochter ben ik door de week voornamelijk thuis. Ben je trots op jezelf? Ja. Ja, ik ben wel trots op mezelf. Ja, dat is, zeg maar, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen, want ik ben echt een perfectionist en ik wil altijd beter en beter en meer. Maar ik ben wel trots op hoe alles nu gaat. Ja, ik ben trots op mezelf, maar ik ben ook wel heel kritisch. Iemand vroeg laatst van als er dan iets is wat je aan jezelf mag veranderen, wat zou dat dan zijn? En ik merk wel nu dat ik ouder word, dat het makkelijker wordt, maar ik heb een hele kritische stem. En dat kan ook weer je plus zijn, omdat ik daardoor altijd probeer om de top te bereiken of het beste eruit te halen. Maar soms is het ook wel lastig, want het is dan weer nooit goed genoeg. En heb jij een concrete tip voor meiden die in jouw voetsporen willen treden? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je jezelf niet onzeker laat maken door anderen. Ik denk dat het wel goed is om te kijken naar anderen, maar om inspiratie op te doen, niet om na te apen, maar gewoon ook omdat je heel veel van elkaar kan leren. En gewoon heel erg je eigen gevoel te volgen. Eigenlijk in die end is dat bijna altijd de beste keuze. Geloven in jezelf. Ik denk dat dat belangrijk is. En juist op de momenten waarin je, zeg maar, als het een beetje kut gaat, of sorry, als het een beetje minder gaat, juist op die momenten moet je het vertrouwen bewaren. Start with why. Weet je, niet van wat ga ik doen, maar waarom. Wat, zeg maar, meer een soort van overtuiging voelen van dit moet er echt anders. Of dit kan er beter, of dit mis ik echt. Ja. En op basis daarvan je bedrijf, zeg maar, gaan bouwen. Ja. In plaats van denken, oké, ik ga dat doen. Er moet een diepere laag achter zitten. Er is een hele mooie quote van Simon Sinek, heet hij. En die zegt, people don't buy what you do, they buy why you do it.